André, in de Kuip zometeen. Hoe is het met de zenuwen? Nou, voor dit heb ik niet echt zenuwen hoor. Nee, het is natuurlijk Marcus' show, dus ik denk dat hij al onze zenuwen krijgt. En het is gewoon te gek dat je te gast mag zijn. En ik vind het ook leuk, ik weet niet of ik ooit in de Kuip ben geweest. Dus het is ook wel een hele beleving voor mij, ja. Want jouw achtergrond is natuurlijk Amsterdams. Ooit was je in FC Rijnmond, daar heb je redelijk je voorkeur laten blijken. Nu toch in de Kuip. Ja, kijk, ik heb absoluut niks tegen Feyenoord, weet je. En ik heb natuurlijk een vrouw thuis, die is al 5 jaar, die pro-Feyenoord is. En die al 5 jaar een soort van Feyenoord en de Kuip om aan het inpraten is. Dus die is nu ook helemaal van, je moet het voelen en er is niks als de Kuip en zo. Dus ik ging ook helemaal met hoge verwachtingen heen. Wat voel je? Ja, ik vind het wel een heel fijn stadion, moet ik zeggen hoor. Absoluut, het is groot, maar het is heel knus of zo. En ik denk dat dat ook bij, wat ik dan van mijn vrouw hoor, bij de wedstrijden gewoon heel erg te voelen is. Met andere woorden, je gaat binnenkort ook bij een wedstrijd kijken. Nou, ik heb niks tegen het voetbal van Feyenoord. Dus ik zou hier zo een wedstrijd kunnen kijken hoor. Ja, ik vind het hartstikke fijn voetbal. En Feyenoord-Ajax is het ook niet als Feyenoord de doelpunt scoort dat ik helemaal uit mijn platen ga of zo. Nee. Dan even het zingen vanavond. Wat ga je doen? Ik ga Leef doen bij het publiek van Borsatis. Ik weet helemaal niet hoe dat gaat werken. En Afscheid nemen bestaat niet met Marcus Samen. Wat mijn favoriete plaat van hem is. Ja. En waarom is die plaat jouw favoriete plaat? Heb je dat ook van tevoren met elkaar besproken? Dat je mocht zeggen, wat voor nummer wil je met mij doen? Dus die doen we samen? Mij werd gewoon gevraagd, wat vind je het mooiste nummer van Marco? En toen riep ik die. En toen zei ze, oké, doen we. Ja, en, het is, en ik vind dat omdat... Het is een soort van ergens een uitvaartliedje of zo, weet je wel. Het is natuurlijk een... Ik hoop dat als ik er niet meer ben, dat ik er toch nog steeds ben. Dus dat ik niet officieel afscheid heb moeten nemen. En dat ik gewoon nog steeds mensen kan pesten en plagen en mijn kind zie opgroeien. Dus daarom, ik heb dat gevoel er een beetje bij. Hoe vind je trouwens om vanavond met Borsato op 1 podium te staan? Is hij ook een soort van jeugdherinnering van jou? Nee, mijn adoratie voor Marco is toch wel de laatste jaren pas gekomen. Bij mij thuis, kijk, ik had natuurlijk mijn vader als André Hazes en wat gewoon ook een haantje is. Dus er was niet echt ruimte voor een Marco Borsato bij ons thuis. Nee, dus dat is echt wel de laatste jaren gekomen. Toen ik, eigenlijk vanaf het moment dat ik hem heb leren kennen. En wat vind je zo goed aan hem? Noem eens 1 punt. Nou ja, Marco is gewoon een artiest. Ik heb gisteren de hele middag repetitie zitten kijken. En dan is het gewoon, hij is zo fit en zo ermee bezig. En het is gewoon een grootheid, weet je wel. Het is gewoon een voorbeeld. Het is echt een voorbeeld. Geniet ervan vanavond van jezelf en van je voorbeeld. Dankjewel, gozer. Dankjewel.